Goedendag, vandaag weer een filmpje en deze zal gaan over het werken met de laptop. Veel van jullie zitten nu thuis te werken en voor een groot gedeelte zal dit zijn achter de keukentafel. En wat ik graag wil bereiken vandaag met dit filmpje is om te kijken hoe we de werkplek nou zo optimaal mogelijk in kunnen stellen binnen alle mogelijkheden die er zijn. Wat je nu ziet is mijn collega Ron is aan het werk achter de laptop. Bij voorkeur, werk niet alleen met een laptop. Want wat je daardoor creëert, wat je eigenlijk ook al ziet, is dat je automatisch richting het scherm gaat, waardoor je onderuit met een bolle rug gaat zitten, waardoor er heel veel spierspanning komt op de nek en de lage rug. Nou, hoe kunnen we dit nou zo optimaal mogelijk instellen? Bij voorkeur wil je de laptop op hoogte hebben, waardoor je gestimuleerd wordt om rechtop te zitten. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een laptophouder aan te schaffen, of wellicht heb je die al. Maar het is ook mogelijk om dit bijvoorbeeld met wat boeken of pak printerpapier of iets dergelijks om op ooghoogte te zetten. Zorg ervoor dat de bovenkant van het glaswerk dan op ooghoogte is. Zorg er ook voor dat je op een goede plek zit. Dit houdt in dat je een goede plek kiest aan de keukentafel, zodat je niet het licht op je scherm schittert, maar dat je daar juist tegenovergesteld van zit. Kantel je scherm een klein beetje naar achter, zodat je een prettige kijkhoek hebt. Naast de hoogte maak bij voorkeur gebruik van een losse muis en een los toetsenbord. Pak hem er maar even bij. Dan plaats je het scherm wat verder naar achter. Zorg ervoor dat je minimaal op armlengte afstand zit. Dan ga je met de muis en het toetsenbord kan je gewoon werken zoals je eigenlijk ook op een normale werkplek doet. Als je geen goed instelbare stoel hebt, wat dan heel belangrijk is, is om goed aan te schuiven. Dus je mag even helemaal tegen het bureau komen aanzitten en de laptop en het toetsenbord mogen wat verder op de keukentafel geplaatst worden, zodat er nog wel wat ondersteuning is van de onderarmen, zodat de schouders lekker ontspannen zijn. De muis plaatst die naast het toetsenbord, zodat ook daar de armen ondersteund zijn en dat zorgt voor zo min mogelijk spierspanning in de nek- en schouderregio. Zo zie je, mits de laptop op de goede hoogte staat, is dat je in een prima houding kan werken met zo min mogelijk spierspanning. Hopelijk lukt het om het op een goede manier zo in te stellen.